En ja, we moeten zo op elkaar lijken, ja. Ja, klopt. Nou, dat is wel een hele leuke interactie, hè, met de kindertjes hier zo. Ja, en Chrisato wel ook. Nou, zijn hele goede speelmaatjes. Daarachter zit de moeder van Chrisato, dat is Josje. En hier zit Watana. En Watana, dat is meestal wel iemand die altijd even hallo komt zeggen. En zij is de moeder van welke? Zij is de moeder van Kawan. Die grote. Ja. Nou, nog meer eten. Nou, ik ga even verder. Kijk, nu ben je daar maar kijken hoor. Kijk, even jullie niet. Nou, Binti. Ik weet niet of jullie het verhaal van onze Binti kennen. Binti heeft als klein babytje heeft ze een hersenbloeding gehad. En waardoor zij ja, zeg maar toch eigenlijk zo'n achterstand heeft. En je kan ook zien in haar linkerzijde. Want haar linkerzijde heeft nog steeds genezen of niet meer. Maar je ziet dus haar hand staat zo en haar voet ook. Ja, ze kan gewoon klimmen, zoals anderen kunnen klimmen, alleen zij heeft haar manier klimmen. Dus in plaats van dat een aap zeg maar, het vastpakt, haakt zij. Dus zij doet zo en haakt zich vast en kan dan toch zeg maar, haar weg vervolgen. Nou, ze heeft het gelukkig prima gevoeld. Dat is Willy. Dus het was dus de vraag of Willy of Amos de nieuwe koning zou worden. Nou, je ziet dat Willy heeft gewoon iets groter geworden. Wordt gewoon zeg maar zo'n normale puberlopen. Maar het is dus niet de man die hij gaat worden. Tenminste, hij gaat wel worden, maar het gaat dus worden als hij naar een andere dierentuin gaat, maar geen andere grote man is. Dus hier in deze dierentuin gaat dat niet worden, dat hier Kevin en Amos hebben. Als hij naar een andere dierentuin gaat, waar wel vrouwen zijn, maar geen andere man is, krijgt hij dus ook de groei van wangplaten en de grote voeten. Nou, eigenlijk was het dus dit jaar. Ja, hij is wel gegroeid, maar zeg maar...